Een weekoverzicht van 3 tot en met 7 maart. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Gefeliciteerd. Het is 4 maart 2014 en Hilversum is jarig. Ze is 590 jaar geworden. En dat wordt dit jaar gevierd met het toekennen van een ereburgerschap van de gemeente Hilversum. Op voordracht wordt bepaald wie de eer te beurt valt. En vervolgens wordt dat weer door de raad bevestigd. En dan wordt de naam bijgeschreven in het Gulden Boek. En die ligt in de... kelder, in de kluis, veilig opgeborgen. Maar ver voor 4 maart hebben we alvast stiekem een kijkje kunnen nemen in het Gulden Boek. En dat ligt in de kluis. Ja, we hebben ontzettend veel ereburgers in Hilversum. Dus het tweede boek is noodzakelijk. Kunt u iets laten zien? Het is wel een geheim, hè? De zusters Augustinessen van Sint Monica. Want we hebben al zo lang in Hilversum gewoond en heel veel goed werk verricht. Dus, maar ja, zeker nu is het wel een heel uniek moment om ze bij hun vertrek ook te onderscheiden tot ereburger. Ze krijgen een gouden penning, een hele mooie gouden speld. Een oorkonde waarin ook staat dat ze zijn ingeschreven. En deze tekst wordt echt letterlijk voorgelezen. Zover is het nog niet. De uitreiking is deze keer iets anders dan andere jaren. Niet één persoon, maar een groep personen krijgt het ereburgerschap. Namelijk de zusters Augustinessen van Sint Monica. Niet het raadhuis, maar het museum is de plek waar het ereburgerschap wordt uitgereikt. En dat is ook niet toevallig, want er is een leuke tentoonstelling. Oh my God! Dames en heren, lieve mensen, zusters van Augustinessen van Sint Monica, dat blijft een lastig woord voor een Nederlands hervormde jongen. Zo, dat is eruit. Vandaag, 4 maart 1424, terug in de tijd, 590 jaar geleden, kreeg Hilversum zijn zelfstandigheid. We zijn dus echt jarig vandaag. Als dat van een zuster is, dan... dan zwaait er wat straks. Iedere burger kan een voordracht doen. Dus het is niet een privilege van het college, als sommigen dat mochten denken. Als degene die voorgedragen wordt maar een bijzondere verdienste voor Hilversum heeft. Ik noem het graag het ereburgerschap. Dat is wat makkelijker dan inschrijven in het Gulden Boek. Het is misschien niet helemaal correct, maar ik vind dat wel mooi klinken. Ereburger zijn van een stad en zeker van Hilversum. Dit keer hebben we een hele bijzondere voordracht. Meestal is het 1 of soms 2 mensen. Maar het is niet 1 persoon, maar het is een collectief. En dat collectief zit hier op de voorste rij. En die herkent u allemaal door hun bijzondere kleding. Nu in het zwart, soms ook in het wit. Maar altijd met dat groene biesje. Zo kennen we u. Van het straatbeeld. De zusters Augustinessen van Sint Monica. Geeft u ze een warm applaus. Op 19 maart 1934, 80 jaar geleden, besloot een groep van 10 jonge vrouwen samen het avontuur aan te gaan. Zij kozen niet zozeer voor elkaar, maar meer voor een leven van zoekend op weg samen. Pater van Nune, uw oprichter, Augustijn, zei het zo. Ga hier wonen, ga hier leven, samen, luister goed,
en kijk om je heen. De vragen en behoeften van mensen worden vanzelf duidelijk. En u hebt het allemaal waargemaakt in die afgelopen 80 jaar. Opvang van daklozen, mensen die, zoals Pater van Uden zei, ik citeer nu dus, een beetje gek zijn. Jonge mensen die in verwachting waren. U hebt taboes doorbroken. En u deed dat allemaal uit liefde en u deed het zonder subsidie. Het kostte de burgemeester nog wel een beetje moeite om het speldje te bevestigen. Zo vaak gebeurt dat tenslotte ook niet. Nou, hij moet maar even volhouden. Probeer ik het gewoon zo even. Zit hij al? Ja, gelukt. Na de ceremonie, waar ook een oorkonde werd uitgereikt, was het tijd om even te ontspannen. En dat kon toevallig heel goed in het museum. Daar was op dat moment de tentoonstelling Oh My God. Onder andere met veel aandacht voor het klooster. Het was een verrassing dat toen de burgemeester bij ons kwam en zei van ik heb een hele speciale mededeling, jullie komen in het Gouden Boek. Nou, dat was echt een bijzondere verrassing voor ons. En mee nog dat er tot nu toe de mensen apart of met z'n tweeën. En de eerste keer dat er een groep genomineerd werd. Van geloof ik 10 of meer zusters bijna. Ja, 10 die er op dit moment nog in Hilversum wonen. Ja. En het is natuurlijk postuum, want wij hebben allemaal in Hilversum gewoond. En de groep die er nu is, die wordt een beetje uitgelicht, omdat zij nu gaan verhuizen allemaal naar Utrecht. Ja, dat komt er ook nog bij. De burgemeester maakt er ook al gewacht van. Het straatbeeld verandert in Hilversum. Gaat weg, maar ook weer niet helemaal, geloof ik. We gaan niet helemaal weg, maar het straatbeeld gaat toch wel veranderen, want we hebben ervoor gekozen om niet meer aan haar bij te zijn, omdat wij een religieuze gemeenschap vormen met mensen die ook op tijdelijke basis met ons meeleven. En we willen een eensgezindheid uitstralen en daarom hebben we ervoor gekozen om, ja, om in gewone kleding te gaan. Maar wel met een speciale kledingcode. Een beetje eenvoudig, daar houden we het wel op. Woensdag 5 maart is door de gemeenteraad besloten om de twee pleintjes in het centrum van Hilversum op te knappen. En je houdt het niet voor mogelijk, maar een dag later, 6 maart, zijn de werkzaamheden al begonnen. De plannen voor de herinrichting zijn in augustus vorig jaar al gemaakt. Alleen, toen was nog niet bekend dat de bomen in zeer slechte staat waren en zullen moeten worden vervangen. En ze mogen ook wel opschieten, want 6 april aanstaande zijn de twee pleintjes een onderdeel van het parcours van de Cityrun. De Hilversummer Iwan Nagel heeft het afgelopen jaar 300 aanzichtkaarten geselecteerd voor het boek 300 groeten uit Hilversum. Een beeldverslag van Hilversum rond 1900. Vrijdag 7 maart was de boekpresentatie. Ja, het boek is veel beeldmateriaal met oude aanzichtkaarten uit Hilversum rond 1900. En daarbij toegelicht over wat daar te zien valt. Het is in eerste instantie een kijkboek met veel mooie foto's van het oude Hilversum. Maar het heeft wel degelijk ook een bedoeling. En dat is dat we ook een beetje meer inzicht willen geven over hoe Hilversum er vroeger uit heeft gezien. De foto's komen uit de collectie. De verzamelaar is Eddie Tzutel. En hij heeft een collectie van pak een beetje 9000 aanzichtkaarten en foto's van het oude Hilversum. Hij is niet de enige verzamelaar, maar hij is wel een van de weinigen die zijn verzameling ook toegankelijk maakt door het op internet te zetten. En zodoende ken ik hem. Ik had al eerder contact met hem gehad en op een gegeven moment heb ik hem benaderd van zou jij jouw materiaal beschikbaar willen stellen om een mooi boek van te maken. Van de buitenwijken, de villawijken, die zijn wel redelijk intact gebleven. Maar van het centrum kan je dat niet zeggen. En dat beeld dat is compleet vervaagd. En met dit boek willen we dat beeld weer enigszins herstellen, inzichtelijk maken.
Want er zijn veel discussies over panden die wel of niet bewaard moeten blijven. En dan merk je dat er eigenlijk best wel een gebrek is aan kennis en ideeën over van hoe het vroeger is geweest. Nou, en die discussie die hebben we gevoerd als SOS Hilversum, Stichting Oude Stad Hilversum, met veel fracties in de gemeenteraad. En daar hebben we presentaties gegeven. En dan merk je gewoon dat voor veel mensen die informatie nieuw is die wij aandragen. Nou, met dit boek hopen we op een leuke manier, op een positieve manier, dat inzicht te vergroten. Ik ben het natuurtalent, zeggen de trainers. En dat geldt niet alleen voor Mick Glas, maar eigenlijk voor alle genomineerden en winnaars van het Sportgala 2013 van de gemeente Hilversum. Het wordt een avond waarop veel prijzen worden uitgereikt. En waarin dus nog meer nominaties zijn. Ik zeg dat er even bij. We hebben jeugdploegen, we hebben seniorenploegen, we hebben talenten, we hebben mannen, vrouwen, special sporters. We hebben echt van alles vanavond. Het wordt een hartstikke leuke avond. Erik, gaan we interviewen of gaan we speechen? Ik wilde nog even speechen. Ga jij speechen? Dan ga ik... Mag je speechen? Ik hou het kort hoor. Ja, je mag speechen. Oké. Goedenavond allemaal. Welkom. Vandaag huldigen wij de sportkampioenen van 2013. En ik zie al wat bekende gezichten, maar ook heel veel nieuwe gezichten. Welkom allemaal, het is heel spannend. Ik weet ook niet wie er vanavond gaat winnen. De jury heeft dat ook voor mij geheim gehouden, dus ik ben ook heel erg benieuwd. Maar een goede jury, dus ik ben ervan overtuigd dat zij goede keuzes hebben gemaakt vanavond. De eerste die genomineerd is, dat is een wielrenster die al vaker hier op het podium heeft gestaan. En ik wil een hartelijk applaus voor Vivian Gene. De tweede die genomineerd is, dat is skier en heeft meegedaan aan de Special Olympic World Winter Games in Korea. Dat is Mick Glas. De winnaar van de Special Sporter 2013 is geworden. Mick Glas. En toen kwamen de sportvrijwilligers aan bod met Eugène Staphorst, Frits Budding, Aswin Jegers, Kirsten Nieboer en René Jacobs. Alleen René was er even niet. De sportvrijwilliger 2013 is geworden Eugène Staphorst. Nu even tafeltennissen met Davy Klaassen. Ja, dat hopeloos. Inderdaad, gelukkig maar, hij heeft voor voetbal gekozen. En dan nu het sporttalent van 2013 met Tara Nejat, Roman Monte en Helene Hop. Het sporttalent 2013 voor Hilversum is Ramon Monte. Ramon. Prijs voor de meest talentvolle sportploeg. En dat zijn het eerste junioren roeiteam van HRV Cornelis Tromp, het dames B1 handbalteam HSV Wasmeer, het eerste team van rugbyclub Hilversum, Colts team. De meest talentvolle sportploeg van Hilversum 2013 is geworden het eerste junioren team van de Hilversumse roeivereniging. De sportvrouw van 2013 met Brigitte van der Kamp, Mirjam Koersen en Irina Markovic. De Hilversumse sportvrouw van het jaar 2013 is geworden Brigitte van der Kamp. Bij de mannen waren er 5 sporters genomineerd.
Wim Treels, Misha de Vries, Adriaan Loef, Ruben Asman en Davy Klaassen. En tenslotte de sportploeg van het jaar 2013. Met het eerste tafeltennisteam van de tafeltennisvereniging Hilversum, de damesmasterploeg van de Gooise atletiekclub boven de 35, het eerste American Football Team ASC Hilversum, de Hurricanes, en het eerste team handboogschieten van de handboogschutterij Hilversum. De Hilversumse sportploeg 2013 is geworden de masters van de Gooise atletiekclub. Gewonnen heeft vandaag. Zo, dat zit erop. Een geslaagde avond in een overvol raadhuis met eigenlijk alleen maar winnaars. Nu alleen nog even de groepsfoto. Jongens en meisjes, dames en heren. Terwijl de foto wordt gemaakt, gaan we dit prachtige gala afsluiten. Het is weer een enorme leuke avond geweest. Vrijdag 7 maart werden de Ajax Streetwise diploma's uitgereikt in de Gouden Regenschool Kerkelande. De leerlingen van de Gouden Regenschool hebben de hele week lessen gehad waarbij Ajax centraal stond. Tijdens de lessen konden zij stickers krijgen en daarmee een diploma verdienen. Ajax Streetwise is een project van de Ajax Foundation waarbij educatie, sociale integratie en sport en gezondheid centraal staan. Waarom heeft de Ajax Foundation voor deze school gekozen? Sowieso wilden we Hilversum aandoen. En deze school was heel enthousiast, dat hebben we deze hele week kunnen zien. We wisten dat hier een relatie met Davy Klaassen was en daarom hebben we voor deze school onder andere gekozen. De kinderen hebben de hele week les gehad met Ajax als onderwerp. We hebben lesboekjes laten maken met lessen Nederlands, rekenen, geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. Bijvoorbeeld rekenen bij de lagere klasse, dan reken je eigenlijk met de rugnummers van de spelers. Bij aardrijkskunde moet je denken dat we kijken waar spelers vandaan komen, waar de wedstrijden worden gespeeld, bijvoorbeeld in de Europa League of in de Champions League en hoe lang doe je daar nou over. En de biologielessen die geef ik vaak zelf, worden een beetje gerelateerd naar het voetballen, naar de Ajax-spelers. En dan gaat het over blessures, over trainen, over wat eet een profvoetballer nou wel en niet. En dat soort lessen, daar moet je een beetje aan denken, ja. Daarnaast hebben we een Ajax gymles gegeven. Dat is een echte Ajax training hier in de gymzaal. En als ze alle lessen goed hadden volbracht, dus goed hun best hebben gedaan en zich netjes hadden gedragen, dan konden ze een diploma verdienen. En vandaag op vrijdag hebben we die uitgereikt en zijn er twee spelers, Davy Klaassen en Nicolai Boylussen, naar de school gekomen om de diploma's uit te reiken. Tijdens deze week willen we de kinderen bijbrengen wat de normen en waarden van Ajax zijn. Dat gaat dan vooral over respect en ambitie. Respect dat je goed leert samenwerken, samen leren, samen voetballen. En ambitie, wat er voor nodig is om je ambities, je dromen waar te maken. En dat je daar altijd goed je best voor moet doen en je netjes moet gedragen. En dat je dan de grootste kans hebt om je droom waar te maken. 19 maart organiseren wij een grote Ajax Streetwise Clinic bij het Cruijffkoord op de Steffensonlaan hier in Hilversum. Vanaf een uurtje of 1:15 zijn alle kinderen van de groepen 5 tot en met 8 welkom. En dan kunnen er zelfs kinderen gescout worden door echte Ajax scouts om Hilversum te gaan vertegenwoordigen bij de grote Ajax Streetwise finale.